Drinken, wat zeg je, chef? De kei is hartstikke zwaar. Deur drinken. Het is te zwaar. Shut the poebel. Ja, dit is dat toch. Hé, hey, Michel. Ja. Wat stel stief vuur? Kijk eens naar me. Lekker spruitje. Een spruitje. Een spruitje in bleu. Het is dat een spruitje in bleu. Moest hem gezichtje. Wat heb je daar? Nou, ik heb iets bij elkaar gefabriceerd. Het kan open. Mm-hmm. Er zit ook een gaatje in. Mm-hmm. Je kunt er doorheen kijken. Ja. Maar het allergrootste nut van dit ding is dat je er ook doorheen kunt plassen. Het lijkt trouwens een beetje op een schoentje van Sinterklaas. Maar we hebben dit nog niet geoefend. We hebben dit nog niet uitgevoerd. En dat gaan wij nu doen. Jij gaat dat nu doen. Ik ben al een half uur aan het wachten tot het ongelooflijk kan plassen. Goed, dus wij gaan nu kijken of dit anatomisch werkt. En als dit werkt, is het heel goed nieuws voor Michel nee, de La Haye, Mylène de La Haye, want het is Reinhild van der Heijden, want het is vlak voor carnaval en wij willen niet... Zelfs... Ik kan hem ook gebruiken. Nee, zelfs. Maar jij hebt een plaspiemel. Je hebt een plaspiemel. Een stukje. Ja, je moet goed. Klein beginnen. Ja, dat is een beetje. Nou, ik ga achter je aan en we gaan jouw ervaringen op de gevoelige plaat. Ik neem wel even de gebruik van mijn eigen mee. Want... Nee, nou, die kan ik wel voorlezen. Je bril meenemen. Zonder... heb je je bril op? Ik heb mijn bril op. Ik ga hem voorlezen en jij gaat dat ten uitvoering brengen. Het is even donker hier. Moet de nacht. Wacht. Met of zonder bril? Bril omhoog. Wacht even, want je bent helemaal wazig en ik weet niet waarom. Wacht even. Waarschijnlijk licht. Ja, je bent er. Ik zou de bril omhoog doen, want dat doen mannen ook. Goed. Het is een heel andere. We hebben hier vrouw. Ruiken mannen dit? Ja. Vrouw en plastuit. Gebruiksaanwijzing. Vouw de plastuit open zonder de bovenkant plat te drukken en duw het achterste driehoekje naar binnen. Er ontstaat een bakje. Hebben wij een bakje? Ik vind dat wij een bakje hebben. Oh, mooi, we hebben een bakje. Toch? Aanwijzing 2. Trek je broek een stukje naar beneden of je rok omhoog. Toch? Broek een stukje naar beneden, niet helemaal. Nee. Maar ik denk dat hij... Nou, hij zal niet op een knieën moeten, maar toch... Nee, een stukje naar beneden. Nee, maar niet je billen laten zien. Want stel nou, we staan bij een urinoir. Oké. Zo, een broek een stukje naar beneden. Goed. Oh, wacht even. Dan gaat dit aan de zijkant. Juist. En dan, wacht even. Schuif je ondergoed opzij. Heb je dat al gedaan? Ja. Zit het opzij? Oké. Ja, opzij. En dan nu, plaats het bakje onder de plasopening. Ja. Druk de randen dicht tegen je liezen aan. Ja. Nou, aanval. 3. Strek je knieën. Op dit commando was ik aan het wachten. Strek je knieën. Duw de billen naar achteren. Zodat de tuit iets naar beneden is gericht. Is de tuit naar beneden gericht? Ja, nee. En plas. Volgens mij moet dit. Plas. Ja! Hij doet het. Nou. Je hoort hem! Wacht even, hou je riem aan de kant. Wacht even, maar nu stopt het. De instructies. Ja, nu heb ik een probleem. Wacht even, want nu, hoe zit het nou? En je druppelt nog. Ja, en dan hebben mannen doen dan. Dan moet je een beetje wiebelen. Zo. En dan trek je de tuit tussen je lippen uit. Hè? Ja, dat zeg ik dan maar. Dat staat er niet. Maar wacht even. Want dit doet mannen ook wel eens. Ja, ja. Oh ja. Nou, heel goed. En flikker die plast uit maar gewoon. Oh! Zat er nog wat in? Ja, want er zit een bakje. Okidoki. Nou, weet je, hij is... Is hij goedgekeurd? Waanzinnig goedgekeurd. Bij deze super ding. Maar goed druppelen. Oh, wacht even, dit moet dan ook. Hé, maar nu moet je ook als een kerel de kamer inlopen hoor. Je hebt voor het eerst staand gepiest! En heel, dat is een mijlpaal! En dan mannen lopen normaal naar buiten. En wat doet iedere man? Loopt naar buiten. En die laat die bril? En die
Gewoon omhoog. En ik ga het nog even zo. Zo. This woman, Pete, yes. Standing up. Yes, she did it. En echt zo droog. Hartstikke. Ja, je moet even. Ik denk dat ze droog is. Ja, het is droog. Inspectie. Yes. Yes. Nou, Michelle, ik ben nu even voor de plastijd. Het is absurd. Je kunt dus gewoon je broek open, of je broek aanlaten, open doen. Plastuit erin. Plastuit en je plast. Alleen op het moment dat je hem eronder uittrekt, dan moet je even zorgen dat het. Het uiterste nog, ja, ik heb nog een doekje gebruikt, maar het is zo'n beetje een opvangbekkentje. Dus dan is het. We bewaken hem aan onze persoon en niet meer ons leven. Ja, leuk maar. Jawel, dat kan wel. Jawel, dat kan wel. Even een smile. Het spijt me. Het is mijn schuld. We maken even een filmpje. Wordt het een boze kardinaal of wat wordt het voor kardinaal? Geen idee. Hij moet nog ontstaan. De inspiratie is nog niet tot volle wasdom gekomen, moet ik zeggen. Het is ook een beetje wat jij wil, Ben. Nee. Ja, hij mag wel een beetje strenger zijn, maar wel kissable. Oké, dan maken we hem even kissable. Hij moet wel kissable. Maar wil je eerst even oefenen dan? Ja hoor, ja, dat mag. Als ik dat dan mag filmen. Ik wou dit filmpje naar zijn dochter sturen, maar dat is dan nu weer voorbij, op dat moment. Ik ga hem even doortrekken naar je voorhoofd. Hey, Bas. Harlekijn? Oh, leuk. Kan je eindelijk jezelf zijn? Met iets moois en warms. Even kijken. Ja, het is heel warm. Ja, wat heb jij op je oog? Een inktvlek, zegt Bas. Oh, ik ben het niet met hem eens. Ik vind het schitterend. Werkelijk waar. En, what are you gonna do, darling? I think I'm sort of a clown. Clown about a bit. Oh, well, let me see how that looks on you, that orange. Let me see how that looks on you. Ja, maar de andere kant op doet daar. Oh, you are so cute. Cute little clown. Oh, I like. Heel anders, alleen zwart. Hey, mag dat van de kerk? Ja, nou wel even. Nou wel even. Want het is weer kan. Dat is een statement. Kan je je wimpers af, je wenkbrauw afscheren? Nee, ik zal het niet. Ja, wilt u dat nu zo? Karen? Ja. Sweetie.
Ja, mag ik liever? Ja. Mag je weer in de dozen kijken? In de dozen? Dan gaan wij in de dozen kijken. Dan gaan we in de gang. Oh. Jij wordt wel een kis, domino. Nee, zoals de band kis, zeg maar. Maar hij had niet zo gek veel haar, hè? Sprekend poot. Ja? Voor die bloemen. Voor die bloemen. En dit is dan het eindresultaat. Oh. Oh. Ben je nu aan het filmen, hè? Ja. Zie je het? Ja, ik ben, jij bent mij ook aan het filmen. Ja, klopt. Oh, nou, dat ziet er indrukwekkend uit. Maar ik ben nog niet in mijn ornaat. Kijk, nee, je ornaat komt nog. Je ornaat komt nog. Ja, dan is het vast de lovende streep. Is die geen tierke? Ja. Heb jij wild geplast net? Lekker eten. Nou, volgens mij heb je wel genoeg gegeten. Nee, klopt. Je bent wel aan het filmen, dat weet je. No. Je camera staat op on. Anna? Mooi hoor. Dankjewel. Omdat er geen bolderkaart is, dat er een potje is. Ja, dat is wel fijn. Oh, oké. Okay. We leggen het uit. Chef, waar is het dan? Ergens daar? Kijk maar. Kijk, maar dit is een sminkje. Ja, ga jij maar zitten. Ga jij zitten. En de laatste, de kapitein van het schip. Ja, dus de wordt de laatste. Dit wordt de laatste schmink en ik heb het eerste van de boord. Ja, dat past ook zo. Ja. Hup, Marianneke, hup, Marianneke. Hey! Een pelske, hoe krieg je weer? Gleeske beer. Kom op!
ladies, it's the start of carnival. How do you like it till now? Excited! I'm so excited. I'm so excited, and I just can't hide it. Schitterend! Ik vind het knap gemaakt! Ja, het is zo'n leuk met die prul erin. Je hebt dat niet. Wat is hier allemaal precies aan de hand? Ik ga even bijwerken, maar dat is inderdaad moeilijk. Nee joh. Het is al goed hoor, maar... Vage maken, een beetje. Een beetje vage zo. Denk je? Vooral mij zit hier nog wat. Alleen maar die jeugd. Ja, precies. Ik denk dat we wel met zwart om die, dichter bij je ogen. Om je ogen worden natuurlijk zwaar opgemaakt. Misschien wel. Het jeukt. Jouw ogen leuk op. Dat zou best jeuken. Ja. Josie? Dat is heel goed om dat te jammen. Wat een vetertje. Nu ben je nou gefascineerd. Wat een vetertje. Nee. Dit is helemaal. Nee, zo hoort je toch? Ja, dat is je nog. Ja? Snorkspul. Oh. Jules, maak je wat van? Wat is die geuren? Geen idee. En dan ook de middelvinger. Ja. Ik kan wat een boos kijken in de camera, vrouw. Boos kijken, ja. Moet je gaan kijken. Jongen. Komt op de borst. Ja, serieus met haar vak bezig. Heel serieus met haar vak bezig. Hij steekt altijd zijn tong uit, hè? Als hij zich geen houding weet te geven, dan steekt hij zijn tong uit. Ja. Lekker toch? Ja, vind je wel lekker toch? Heb jij een leuk puntje op je neus? Oh, dat is een vraagteken. Ja. Sorry. Met dank aan René. Oh, knapperd hoor. Even samen, schatje. Oh, die nou. Ja, daar gaan we weer een leuk filmpje van maken. Ach, schattekje, you look like a million bucks. Hallo. Hadden. Hey, gast. Gek masker, ja la la la. Aankomen. Ze was niet blij met een week van tevoren, maar toen ik de agenda liet zien, had ze zoiets van ja. Ja, precies. Ga maar. Lekker. Ha! Steeds als Milan in de buurt komt. Ja, daar hangt een verfrisser in mijn haar. De hele. Zo. Zo, en dan deze. Bas, je moet een bedrijf. Ja. Jongens, hebben we er zin in? Yeah. Nou, jullie zijn helemaal brak hoor. Wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd? Op stap geweest. Hoe laat waren het? 6 uur. Wat zit je sperma, zoïde? Als wat zijn jullie verkleed? Als sperma en zoïde? Ja, dat is gelukt. Ja, dat is gelukt. Mooi. Het is
Ja? Ja, leuk stijl. Even laten zien. Vaseliniseren. Oh, ik had nu al niet meer zeggen vaseliniseren. Och, wat een seizoen. Seizoen. Dat is echt een super travestiet. Heb je die gele dicht? Hey, het was sowieso een boek. Hey, iedereen die drank waar is, dan schrijf maar even naam op. Ja, dat is het. Waar zit het? Ja. 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 Het is een chique kakkende meneer. Het is een kak meneer. Ja. Zo. Ja. En dan doet hij misschien ook wel dicht. Hoe is het met de temperatuur? Ga je toch wel wat t-shirts om? Ja, ik zat er echt wel een t-shirtje aan. Ja. We hebben nog wel thermo-ondergoed voor Jan, hoor. Kunnen jullie nog even gewoon leuk zijn met elkaar? Alweer? Het kost me zoveel moeite eigenlijk. Het kost me zoveel moeite. Heb ik nog. Dat bedoel ik, ja. Is hij goed? Hij is geweldig. Hoe doe je dat nu als je naar de wc moet? Ja, dat ja, daar willen we nog helemaal niet over nadenken. Daar gaan we nog niet op vooruit lopen. Ja, dan gaan we je helpen. Kijk eens, bij die jas krijg je dit graag. Oh, wil je die laars opmaken? Ik ben een filmer. Ja. Kunt iemand anders vragen? En daar moet je het mee doen. Karen kan het wel. De crisisjas. Wat is het, Karen? Wil je een laars? De crisisjas. Ja. Neem de uitdrukking. Even alles erbij. Je kan wel een beetje een bruine lepeltje zien. Nee, dat vind ik niet zo leuk. Het is een kak, meneer. Kak, dat is mooi. Het is niet net zo mooi als dit. Kontje hoor. Hi, ladies. Hi. Ja, je kunt ook een ding te hangen. Oh ja, dat is heel in die kant voor. Je moet wel door. Ja, want dat is wel. Carnival 2013, the movie. Yeah.
Vee. Oh, nee, thuis. Oh, Jutte. Oh, Jutte. Oh, Jutte. Waar was iedereen ineens? Hier! Hier! Kim wel uur, ik ben haar aan het filmen. Ja, het gaat, het gaat. Dank je! Vind je het nog leuk? Ja, ik hou van je. Wat? Ik hou van jou. Zo. Hey. Ja, trek hem door, trek hem door. Trek hem door. Kom, 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 kom
sta, want ze denken dat je een foto gaat maken, maar ik ben gewoon aan het filmen. Ha ha ha!
moet echt goed kijken. Je denkt, ik schrijf moet uit je spul. Je benen passen niet bij haar. Die benen zijn echt voor de vent. Ja, gewoon een vent. Er staat gewoon een vent, hoor. Is verweerd. En de stiefel zit.
Sorry, maar ik heb het erop gezet. In die Good morning. Good morning. Wie dan? Ja, dat probeer ik dus op te komen. Jan Smit? Nee. Niet in de school. Hij had ook zo'n vriendin die zat op tv en zo. Hij had ook zo'n vriendin die zat op tv en zo. Nou. En zo. Weet je nou, hij is ook vriendelijk. Hij is van Just Say Hello. Hello, Just Say Hello. Dat is René Vroeger. René Vroeger, ja. Dat is geen palingzanger, lief. Dat is echt een Amsterdammer. Ja, palingzangers zijn uit Volendam. En Welcome Home doet ze ook. Slecht. Welcome Home. Een hele huis wordt verbouwd. Ja, dat vroeger. En inderdaad, wat jij zegt, Bonje met de Buren doet ze met John Williams samen. Ja, die komt... Die neger, ja. John Williams. Ja. Die neger? Ja. Mag je toch zeggen? Hij is toch een neger? En dan stel ik voor om ook van voor naar achter als een soort BH. Ja, goed. Ja. Nee hoor. En dan zo van hier naar achter, dat je ook een rol kan krijgen. Ik hou echt moeite met die stukken. 06 44 86 1837. En dat is Lee Breeze en mijn man. Het sprookje op de zoekste afdrogen. Ik kreeg een sms'je sturen. 06 44 86 1837. Lekker week!
kerstboom voorbij. Erik, Hiele en Sweet Caroline, dames en heren, zien we er allemaal door? Doet ze fucking vast! We joekelen van links naar rechts en van rechts naar links. Let it open. We'll be right back.
opblassen. Ja, jij kan maar lekker blassen. Hallo Pino. Ja, ik ben aan het filmen, maar ja, ik kan doorlopen. Ja, heel elegant gedaan. Lekker bekkie! Oh. Waarom staan we bij de vis? Omdat het zo lekker is. Zo. Lekker bekkie. Lekker bekkie. Lekker bekkie. Lekker bekkie. Oh, zo'n bekkie. Oh, ja, 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 ja. Ja, dat ziet er heel lekker uit. Lekker bekkie. Ja, 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 lekker bekkie. Lekker bekkie. Nou, weet je. Weet je ook geen bekkie? Even denken. Mosselen. Mosselen? Nee, nee. Wat? Jij mosselen? Kibbeling. Oh, ik dacht dat. Kibbeling. Kibbeling. Ja, kibbeling, dat was het. Ja, lekker. Ja, je had het goed. Ik had het goed. Maar toen je mosselen zei, dacht ik, nu ga ik aan hem twijfelen. Ja, lekker gebakken mosselen dan, hè? Ja? Gebakken. Niet trouw. Nee. Nee, daar moet ik niks van hebben. Ja, dat kan wel. Mosselen. Lijkt op. Ja, wacht. Oh. Nou, ik vind dat de paus weer terug moet, hoor. Ja? Bah, bah. Bas, kan je wel kiezen? Kan je wel kiezen? Ja, ik wil een kersenbol. Een kersenbol nemen? Dat past wel, hoor. Kijk maar. Ja, nou, zo te zien heb je wel wat kersenbol op. Vinden jullie die man niet ook veel te dik? Nee, jij bent. Nou, nee, jij bent slank. Don't you think he's much too fat? No. No? Nee, is niet. Niet, hè? Kan niet hebben. Kan niet hebben. En dan nog weer wat bij de gebakschaan bestellen, hè? Heerlijk. 5%. Nee, niks. Gaan je ook oliebollen eten? Ik ga lekker rumrozijnenbol. Dat is echt waar? Oh. Maar eens kijken hoe dat gaat. Ja, en dan vinden ze het raar dat die mannen zo dik worden. Moet nou kijken wat zijn bestellen zijn. Hier, moet nou kijken. Wat gaat allemaal hier zitten? Ja. Waarom doen ze deze iets mee? Oh. Ja. Je kunt gewoon doorhappen, hoor. Het is een beetje zielig voor je anders. Lekker! En je voelt je er ook niet schuldig onder dat je ondanks je gewicht het toch gaat eten. Wat hier? 1, 2. Ja, dat doe je duidelijk. Redelijk tegen. Dat kan wel. Ja? Het valt me niks tegen. Ik wil ze maar eten. Prachtig! Oh.
Lens kijken. Ja, ja, ja. We zien het nu al. In de kat begint te zingen, in de kat begint te spreken. In de kat begint. Ik heb een checkje. Oh, rijd ik eens op. Rijd ik eens op. Gaat het allemaal goed? Ja, maar dit is leuk. Ja, ja, heel ja, goed. Ja, heel goed, want het stinkt hier. Ja, het stinkt hier enorm. Stink, heb jij het ook zo stinken? Lucht, oh. Die Michelle, wat een meur. Oh. Nou, die sloopt nog niet klaar hoor, maar dat kunnen we versneld afspelen dan. Wat doet ze allemaal? Nou. Allemaal dingen. Ja, hou het wel een beetje fris, hè? Hou het wel een beetje fris. Ja! Ja! Ja, dat wou ik hebben. Ja, dat was het. Daar was het om te doen. Dit. Ja, ze is er weer. Heel goed. Ja, ja, ja. Thank you.
Oh, hij is er wel. Oh, okay. Los, helemaal los, zien we helemaal
Batterijlampje. Vindt het knipperen? Nee, knippertjes. Oh, oké. La 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 la
recept hier nog. Een beetje naar voren, een beetje opzij.
maken. Ben je klaar? Ja, is het klaar? Ja. Oh.
groot veiligheidsspel. Die komt hier. Zodat je dit nog een beetje mooi dicht kunt maken. Ja, nou Bas. Wel nu. Het wordt wel wat. Die bloemetjes maken het wel een beetje. Ja, dat vind ik ook. Ja, ik wil een totaal shot. Oh, schitterend. En nog even draaien. Pot, verdorie. Het is pure kunst. We krijgen hem alleen nooit meer naar buiten. Verder, jij bent handig. Hoe krijgen we Bas de voordeur door? Ja, maar waar moet ik... Hij kan hier wel over het muurtje hier. Hij moet over muurtjes. Ja, we gooien hem gewoon over het muurtje.